Wesley, tegen Jong Vitesse maakt je weer sinds VVSB thuis eerste minuten. Hoe gaat het met je? Ja, het is weer even een tijdje geleden natuurlijk. Ik ben in ieder geval op de weg terug. En dat is voor mij wel belangrijk. Ik denk dat het 7-8 weken geleden is dat ik een competitieverband heb gespeeld. Afgelopen dinsdag 3 kwartier meegespeeld met een mix van A1, eerste elftal en de jongens die bij de tweede misschien een beetje meedoen. Ging op zich goed. En vandaag 10 minuten kwartiertjes meegedaan. En zijn weer langzaam richting... Richting vast in het elftal spelen proberen. Ja, met jou erbij is er achterin wereld meer keuze, want het is de laatste week een beetje schuiven. Ja, het was een beetje makertjes achterin. Vielen we bosjes om. Toby is natuurlijk al een tijdje eruit. Bij Quinten kom met de schorsing te zitten. Gary was weg met het elftal van Curaçao. Ja, dan gaat het hard. Dan blijft er weinig meer over. Maar ik denk dat ze het goed hebben gedaan. En tot nu toe denk ik dat het niet heel verkeerd gaat met de jongens die nou op die positie spelen. Ja, dan mocht je vandaag invallen tegen Jong Vitesse en dan maken jullie een 2-0 achterstand weer helemaal goed. Ja, dat is hartstikke mooi. De eerste helft was niet best. Laat het daar maar op houden. En als je dan ziet hoe je in de tweede helft terugkomt, dat heb ik niet vaak meegemaakt.